Je moet een paar dingen nachecken. Is er wel sprake van een calamiteit? Is er nergens anders verbrandingscapaciteit? Want dan mag het helemaal niet. Nou, als dat zo is, dan heb je niet zoveel keus. Dan uh, moet je meewerken aan storten. Moet meewerken aan storten, hoor ik u zeggen. Bent u er blij mee met deze oplossing? Ja, uh, ik zou natuurlijk zeggen nee, want het, brengt, uh, het importeert afval. Dat kan nooit een doel zijn tegelijkertijd. Uh, het gebeurt allemaal keurig binnen, uh, binnen de vergunning. Dus er is ook niet zoveel aan de hand. We horen een aantal raadsleden in Lelystad zeggen, we zijn hierdoor verrast. Begrijpt u dat? Ja, het, het, ik denk dat het op zich... Je had het misschien kunnen zien aankomen als je goed nagedacht had, want het probleem in Amsterdam was al een paar dagen bekend. Wij zijn er niet eens ook door verrast uh, dat dat gebeurt. Dat gebeurt ook nog een keer in de vakantieperiode. Dan is ook niet iedereen altijd helemaal uh, bereikbaar. Dus ik was wel heel blij dat we in staat waren om gewoon snel op een goede manier te controleren of alle voorwaarden werden voldaan en uh, dat de omgevingsdienst ontheffing kon verlenen. Ja, uh, maar dan moeten bewoners nog geïnformeerd worden. Statenleden, gemeenteraadsleden in de hele stad, die vinden het misschien ook wel fijn om dat te horen te krijgen. Daar was de tijd tekort voor. Ja, ik weet niet of we ons gerealiseerd hebben hoe gevoelig dat is. Want in feite gebeurt er niet zoveel spannends. Uh, want alle voorwaarden worden voldaan. Er wordt gezorgd dat er geen organisch afval in zit. Dat er dus geen geuroverlast kan, uh, kan ontstaan. Het wordt meteen afgedekt als het, uh, als het gestort wordt. Wat er technisch aan de hand is, is dat in plaats van verbranden wordt gestort. Dat wil je eigenlijk niet. Daarom die strenge regelgeving. Voor de omgeving maakt het niet zoveel uit. We hebben de, niet de omgeving wel de twee direct betrokken. Dat hebben we wel meteen, uh, meteen geïnformeerd. En ja, we hadden misschien ook wel uh, meteen even een berichtje aan de gemeente kunnen sturen. Dat hebben we gedaan. maar... Uh, een paar uurtjes te laat, wellicht. Er is een vergunning gegeven waar een maximum aan gesteld is. Hoe hard is dat maximum? Ja, dat betekent alleen maar dat je op dat moment, en dat zal dan rond 1 november zijn, opnieuw moet kijken: is er nog steeds sprake van de calamiteit? Kijk, we weten natuurlijk niet helemaal wanneer de centrales weer capaciteit hebben. Er wordt veel druk uitgeoefend om die import van afval uit Engeland eh, te stoppen. Ja, daar zitten natuurlijk contracten aan vast. Dat gaat ook niet zo eenvoudig. Als dat lukt en als er capaciteit is, hoeft het niet meer. Kunt u niet ook zeggen, ja, wij in Flevoland hebben nu ons steentje bijgedragen. Het is nu aan een ander om zijn verantwoordelijkheid te nemen en om het afval daar dan maar op te slaan? Ja, zo is het in Nederland niet geregeld. Dat regelt de markt, hè, waar ze het dan opslaan. Dat zullen ze zo dicht mogelijk uh, willen doen. Vanwege uh, niet alleen de kosten, maar ook het uh, vermijden van extra kilometers die je daarmee, uh, die je daarmee rijdt. Bovendien, als u het zo formuleert, klinkt het alsof we een enorme bijdrage moeten leveren. Want er gaat iets heel erg. We hebben er de facto natuurlijk geen last van. Omdat zeg maar, op een goede manier gezorgd is dat er geen stankoverlast is. Dat het niet brandgevaarlijk is. Dat het gaat om dat bedrijfsafval wat zeg maar, uit de regio Amsterdam komt. Dus ik denk dat dat niet zo zeer de redenering is. De redenering is veel meer. Je wil dit eigenlijk milieutechnisch niet. Wat je wil is dat je dit kunt verbranden. Dat moet zo snel mogelijk weer gebeuren. Maar moet er moet wel capaciteit zijn.